De Suriname Chefs Associatie heeft de vorige week voor de 7e keer meegedaan aan de Taste of the Caribbean. De organisatie heeft gisteravond een persconferentie gehouden om de gemeenschap te informeren over hun geleverde prestaties. Het culinaire team bestaat uit een bartender, 2 senior en 1 junior chef en een pastry chef. Dit zegt Sherwin Alexander, coach van het culinaire team. Hij geeft aan op welke gebieden Suriname medailles in de wacht heeft weten te slepen. Suriname heeft in de afgelopen jaren zilver en brons gescoord voor deze competitie. En dit jaar zijn we weer vandoor gegaan met zilver. En dat wel toch even mee te geven, wel een van de hoogste zilvers te kunnen pakken dit jaar. We waren een aantal punten weg van goud, maar we geven wel mee dat wij nog harder gaan werken dit jaar, volgend jaar goud binnen te halen voor Suriname. Tijdens Taste of the Caribbean, nationale competitie, houdt in dat ze dan een 3-gangen menu in 4 uren presenteren aan het publiek. Er zijn 40 couverts per land die dan participeren of meedoen voor de lunch of voor de dinners. Het team heeft 4 uren de tijd om een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert samen te stellen. En natuurlijk een mystery box item. En dat is dan hun proteïne of vleeswaren of vis die ze dan meekrijgen. Suriname heeft dit jaar een heel mooi menu kunnen presenteren waarbij we voornamelijk hebben gefocust op de Indisch-Javaans cultuur in Suriname. Maar ook wel dat van een beetje de marrons mee kunnen geven. En natuurlijk in ons dessert hebben we natuurlijk, eigenlijk noemen we in Suriname een à la condre, waarbij we toch een aantal smaken meenemen in ons dessert. Het culinaire team heeft zijn ervaringen gedeeld. De winnaars geven zelf aan welke medailles ze gewonnen hebben en in welke categorieën. Ik heb een pompoencreme gemaakt, ook infused met kokori. Dat is gerookte cassave, fermented cassave heb ik ook erin gedaan. En ik heb een saus gemaakt van tamarinde, wat wij normaal Javaans kennen als lotis. Daarmee heb ik een saus gemaakt eigenlijk voor mijn vis en voor mijn garnalen. Dus dat was mijn dish voor dit jaar. En ik heb natuurlijk ook zilver kunnen halen. En ja, ik moet trots zijn op mezelf. Ik heb van kokori gebruik gemaakt, van afingi. Dat is namelijk gefermenteerde cassave. Van cassavewater, van kasripo, van kasiri. Ik dacht, ja, het is wat ze niet kennen, dus ik breng dat naar voren. En daarmee heb ik namelijk goud kunnen halen. En het was ook een dish die mij de Heinz Schenk Award heeft gewonnen voor Most Innovative Dish Utilizing Indigenous Ingredients. En verder op het bord kwam er ook moringa voor. Dat is een superfood. Dus een beetje een healthy style van dessert heb ik gepresenteerd. En dat heeft mij zilver laten behalen. De saus die ik erbij heb gebruikt is een Argentijnse saus van nature. Het is een chimichurri. Maar ik heb er een twist aan gezet. Ik heb er pompoenblokjes en een curry. Onze eigen Surinaamse curry heb ik erbij gedaan. Het was een saus die zoetzuur is. En met die curry smaak en peper paste het goed bij die beef. Dat heb ik gepresenteerd. En de smaken lagen daar. Daarvoor heb ik zilver behaald. Ik ben teruggekomen met brons voor de bartending. En de ervaring was goed. Ik zou gewoon graag mee willen doen ermee. Stefano Greb met daarvoor de rest van het culinair team. Die vorige week heeft meegedaan aan de Taste of the Caribbean. Zij spraken gisteravond tijdens een persconferentie gehouden in de Courtyard by Marriott. Het team heeft in totaal 3 zilveren medailles, 1 gouden en 1 bronzen medaille gewonnen tijdens nogmaals de Taste of the Caribbean.